dat de meest kritische partij in deze raad hun mond dood is gemaakt. Nou, het gaat om het volgende. Ik had een betoog. En ik wilde graag een motie van wantrouwen tegen D66-wethouder Kasmi indienen voor zijn hele oeuvre. Dat wordt echt de hoogste tijd. Ik denk aan het idee Songfestival voor Minima, wat hij van mij heeft gejat. Dat hij me nog steeds geblokkeerd heeft op Twitter. Dat hij niet ingreep toen het museum Boijmans tientallen miljoenen investering misliep. De pedoklok. En over wat hij allemaal het onbehoorlijk bestuur op het dossier Verkoophoek van Holland. Dus maar anders heeft hij hem te goed met de voorjaarsnota. Dan kan hij er nog een maandje op wachten. En dan zet ik hem alvast online ook, de motie. Tot zover, voorzitter. Helder. En jammer, hij zal wel een dudok aan het lunchen zijn momenteel.